De Nederlandse ambassade in het West-Afrikaanse Benin organiseert in december een handelsmissie. Dit land is nog niet ontdekt door grote investeerders en daardoor liggen er veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Benin is een stabiel land, heeft een gunstig landbouwklimaat en een belangrijke haven op een strategische plek in West-Afrika, dichtbij Nigeria. Een aantal Nederlandse bedrijven is daar al actief. Denk aan die haven, waar dankzij Nederlandse bedrijven de, bijvoorbeeld, heel concreet, de tijd die nodig is om containers de haven binnen te halen, de overslag van containers, die tijd is gehalveerd doordat een Nederlands bedrijf heeft kraanmachinisten opgeleid. Nog een voorbeeld, watermanagement. Ieder jaar weer in de regentijd loopt een deel van dit land onder water en gaan belangrijke landbouwgronden die gaan verloren, of de oogst gaat verloren, huizen lopen onder. Nou, als er één ding is waar wij in Nederland verstand van hebben, dan is het waterbeheer. Dus dat zijn bij uitstek hele concrete terreinen waar Nederlandse bedrijven zich geweldig nuttig zouden kunnen maken door Benin te helpen. En daarbij is dat natuurlijk ook profijtelijk voor die Nederlandse bedrijven. Want tijdens de handelsmissie worden vooral de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven centraal gesteld. Er wordt een gevarieerd en nuttig programma voorbereid. L'objectif que vise cette mission est de permettre aux opérateurs économiques néerlandais de faire des échanges avec leurs homologues béninois sur les opportunités d'affaires, les possibilités de collaboration en joint venture dans le domaine par exemple de l'agriculture, voir quelles sont les filières qui sont porteuses pour l'économie béninoise que les opérateurs économiques néerlandais peuvent exploiter et aussi voir par exemple avec le port autonome de Cotonou les possibilités d'échange, les possibilités d'exportation des produits béninois pour pouvoir intégrer au mieux en respect des normes de production internationalement admises le marché néerlandais et le marché mondial. De ambassade in Benin heeft een sleutelrol bij de handelsmissie en staat klaar om Nederlandse bedrijven op weg te helpen. Want dit land is nog steeds een van die landen waar je zonder de overheid is het lastig zaken doen. En daar kunnen wij als ambassade natuurlijk net een goede rol in spelen door die bedrijven bij de overheid binnen te loodsen. Ja. De handelsmissie vindt plaats in december. De ambassadeur heeft nog wel een advies voor bedrijven die zaken willen doen in Benin. Kijk, als u mij nou zou vragen wat is een van de lastigste uitdagingen voor die Nederlandse bedrijven, dan moet ik natuurlijk eerlijk zijn, de Franse taal, dat is vaak een struikelblok voor Nederlandse bedrijven. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat Nederlandse bedrijven Frans spreken. En helaas is dat voor een markt als Benin echt wel een voorwaarde om hier iets van de grond te krijgen. Dus dat zou een aanbeveling zijn voor die Nederlandse bedrijven die hier naartoe komen.